Ik hoor allemaal hele mooie technologische ontwikkelingen voor in de zorg. Ik vind dat fantastisch en jullie denk ik ook. Maar als het gaat om data verzamelen, dan word ik altijd een beetje, heb ik een soort dubbel gevoel van waar gaat die data dan heen en wie kan die data dan allemaal zien? Helemaal als het gaat over sensoren in je huis en zo. En misschien nog wel meer als het gaat om sensoren op je lichaam. Nou, wij zijn op dit moment een zogenaamde Smart Health Patch aan het ontwikkelen. Dat is een sticker, dat is ongeveer zoiets, die plak je op je borst, zeg maar onder je kleding, dus direct op je huid. En wij garanderen dat jij volledig eigenaar bent en controle hebt over die data. En dat doen we door dat ding open source te ontwikkelen, wat betekent dat je zeg maar de privacy en de veiligheid zit helemaal ingebakken. Die data komt op je smartphone terecht en vervolgens ga je met je smartphone zeggen, nou die data mag naar mijn huisarts of die data mag naar een of ander fitnessprogramma en dat bepaal je zelf. Wij hebben op dit moment interesse van NOC NSF, de Leiden Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Dat gaat er met name op onderzoek en op topsport. En omdat wij ons voornamelijk richten op de ontwikkeling van die patch en niet op de toepassingen, zijn partijen vrij om daar toepassingen op te bedenken en ontwikkelen. En wij zoeken dan ook in de zorg, misschien klinische zorg of chronische patiënten of ouderenzorg, samenwerkingspartners die met ons op zou willen trekken. Mijn naam is Diederik van Wingerden en de organisatie die we hebben opgezet vorig jaar heet Totem. Dankjewel.